Nou, ik hoop in ieder geval dat ze nou eens een keertje langer blijven zitten dan 4 jaar. Politiek gezien ben ik links, maar ik heb van die linkse meneer Samson eigenlijk het idee dat hij dus aardig ingepakt is geworden door de VVD. Ja, wat heeft u gestemd? VVD. Ja, om die hypotheekrente af te trekken? Onder andere, ja. Ja, onder andere. Ja, voelt u zich een beetje genomen? Ja, eigenlijk wel. Ik zou erop achteruit gaan, uiteraard. AOW en pensioen, dat wordt allemaal minder. Dus, en alles wordt duurder. Maar als je dus van een ton dus een paar euro afhaalt, dan doet dat niemand zeer. En als je dus van een AOW'tje alleen euro's afhaalt, dan gaat dat van... vanaf wat de mensen direct te besteden hebben. En dat vind ik triest. Maar ja, wat doe je eraan? Je hebt er toch niet veel over te zeggen. Maakt u zich zorgen over wat u tot nog toe in de krant heeft gelezen? Ja, op sommige doelgroepen zoals jongeren en kinderen en vrouwen als kwetsbare groepen in de maatschappij, zeer zeker, ja. Als u kijkt naar wat ze allemaal van plan zijn, denkt u dan van nou, dat worden moeilijke tijden? Ja, ja dat wordt het zeker. U werkt hier in Crispijn. Dat is een wijk waar u nog wel eens te maken krijgt met mensen die het moeilijk hebben, denk ik. Ja, daar hebben wij met een groot deel van de bewoners die moeilijk hebben in de maatschappij. Ja. Ja. En die komen niet helemaal rond eigenlijk. En ik hoop dat een evenwichtige pakket komt uit dit kabinet. Ik denk dat vooral de gezinnen waar... met jonge kinderen en dat die echt, ja, en ook weer de ouderen worden steeds weer gepakt. Ze moeten ergens de rekening neerleggen, ja, en er was toch al van tevoren bekend dat hij toch bij de burgers terecht zou komen.